Wereldwaterdag bestaat eigenlijk uit twee acties. Gisteren hebben de leerlingen de eerste actie gedaan. Wat hield dat juist in? Ze werden eigenlijk in drie groepen onderverdeeld. Eén groepje is echt op zoek gegaan om te kijken van waar gaat het water naartoe? Hoe zit het met ons afwateringssysteem? Waar loopt het in de grond? Een tweede groep was de groene groep. Zij moesten effectief gaan kijken van wat is er momenteel aanwezig van groen op onze speelplaats? De derde groep moest vooral gaan kijken waar hebben we allemaal beton? Hoe zit het met de doorlaatbaarheid? Dus met kleine onderzoekjes hebben ze gaan kijken hoe lang het duurde om bijvoorbeeld 10 liter water in een put te gaan gieten. Om zo eigenlijk de waterdoordringbaarheid van de speelplaats te controleren. Hallo, wij zijn leerlingen van de basisoptie Maatschappij en Welzijn. En we hebben op deze school eigenlijk een wateronderzoek gedaan. Hier waren er dus drie groepen. Zo had je water, om te zien hoeveel water er is op deze school. Dus naast de blauwe groep hadden we ook de groene groep, om te kijken hoeveel groen dat we hebben op school. En we hadden ook de grijze groep, om te kijken hoeveel beton dat we hebben op school. Vandaag zijn ze momenteel bezig met een symbolische actie. Ze gaan dus echt 1 vierkante meter uit de speelplaats halen. Waarin dat ze nieuwe aarde, goede grondaarde gaan plaatsen. Waarin dat ze struikjes en planten gaan planten. Waardoor we meer groen creëren, symbolisch dan wel. En we zorgen ook eigenlijk voor 1 vierkante meter meer doordringbaarheid van het regenwater die we op die manier aan de grond willen schenken. Overlaatst heeft heel de school ideeën moeten inbrengen voor een nieuwe tuin. Zo ziet het eruit. Het gaat vooral over minder beton en meer groen. Hier heb je een buitenklas. Je kan daar dan buiten les volgen als het mooi weer is. En dan hier heb je schors waar je kan inlopen. En veel plantjes natuurlijk en veel gras.